Ik ben Hilde Eikens, ik ben 15 jaar stadsgids in Antwerpen. Ik ben als 14-jarig meisje bij mijn eerste bezoek aan Antwerpen verliefd geworden op die stad. En ik heb het grote geluk dat ik nu in deze kathedraaltoren mag gidsen. Ik woonde in de Kempen en kon mijn eerste job beginnen hier in de kathedraal in het archief. Tijdens de middag kregen we de kans om iedere keer te wandelen door de stad. En iedere keer was die toren een baken, een herkenningspunt in het ontdekken van de stad. En zo is dat een beetje mijn toren geworden. Het gidsen op de kathedraaltoren is het heel unieke dat je mensen heel erg in verwondering kan brengen van hoe gigantisch dat bouwwerk wel is en hoe moeilijk het was om die toren te bouwen. Zeker als je aan de binnenkant al die technieken kan bekijken. En één keer boven, dan is het natuurlijk prachtig om die prachtige stad van bovenuit te bekijken. Ik heb de kathedraaltoren nu, ik denk bijna 12 jaar, mogen gidsen. En iedere keer opnieuw als ik boven kom, is het alsof het voor de eerste keer is. Iedere keer opnieuw krijg je een gevoel van wauw, dat is onze stad. Kijk toch hoe mooi aan die schelden. En dat maakt dat mijn liefde voor Antwerpen alleen maar groeit en groeit, zoals dat met een goede liefde is. Van april tot september kan je opnieuw de kathedraaltoren bezoeken. Elke vrijdag vinden er 2 torenbeklimmingen plaats, voorafgegaan door een rondleiding in Museum Vleeshuis. Voor meer info surf naar www.museumvleeshuis.be.